Het verkiezingssucces van de Oostenrijkse partijleider Jörg Haider is ook in Vlaanderen niet onopgemerkt gebleven. De Vlaams Blokafdeling van de gemeente Ransbeek bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar de Vlaamse Haider. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, ja, we moeten het zeggen, dat is, daar staan we ook voor, zijn we eigenlijk niet van de grond gekomen als enige binnen de regio. Nu, van de top zeggen ze, ja, maar ideeën hebben we genoeg, maar wat er ontbreekt is, je hebt eigenlijk geen charisma. Dat zeggen ze dus van de top. Nu hebben wij dus op televisie de Oostenrijker gezien, Jörg Haider. Dat is een knappe gast, dat is een man van zijn volk, die is sportief, die is vlotter taal, die lacht ook voortdurend. Ik zeg, godverdikke, die trekt na twee druppels op de dingen de Ronnie Romain. Dat is de spits, de kapitein hier van de voetbalploeg van Ransbeek. Dus wij direct zondag naar de thuiswedstrijd gaan zien. Na de match in de kantine, iedereen langs onze lippen. Dat is een knappe gast, hij is sportief. We zijn er naartoe gestapt, we hebben gezegd, Ronnie, luistert, jij bent onze man. Hier zijn de foto's van Jörg Haider. Bekijk die goed, bestudeer vooral die glimlach. We hebben afgesproken voor vanmiddag voor een fotosessie met heel zijn gezin. Dus vanmiddag nemen we de foto's. Voor ons boekje. Voilà. Onze man. Ja, het is televisie, we zijn er aan begonnen, joh. Ronnie Roma. En dat is Carla. Dat is Carla. En hier de kind. Wil jij een snoepje? Ja. Wil jij een snoepje? Dat heb ik. Ja, snoepje nemen, dat is onze Joren. Ja, de Joren. En ons leesje. Een snoepje, wat een gezin. Een schoolgezin, heb je die? Een schoolgezin, hè? Wow. Een prachtig kostuum. Ja, vanmorgen gekocht, hè. Een bonnetje binnenbrengen. Hè. Ah. Dat is een werkingskosten. Dan kunnen we beginnen aan de fotosessie. Ja, de foto's voor het boekje. Kom daar mee. Dat is perfect. Kom. Het kleintje bij de Carla. Kom, Carla pakt. Ronnie van Voor. Ja, maar dan mee. Ronnie van Voor. Ronnie, jij zet de toekomst. Ja. Ronnie van Voor, die kinderen naar achter. Dat is te dicht. Oké, dat is te dicht. De kindjes bij de mama. Oké, okay, voilà. Het gaat om de Ronnie. Maar het gezin is de hoeksteen. En lachen. Het voilà. Is anders. Nee, Carla, wij doen de staling. Oké. Okay. Goed, de mama niet vastpakken. Zo. Zo, dat is goed. Oké. Okay. En foto. Foto. Ik heb er eigenlijk in een seconde ongetwijfeld. Ik vind dat je dat moet doen. Dat is een kans voor de toekomst. De toekomst is hier belangrijk. Dus het is vooral... Allee, die motivatie voor de toekomst... naar de toekomst toe, denk ik eigenlijk... Allee, dat ik dacht van, dat moet niet laten liggen, zoiets. Zien? Ja. Kom op. Foto. Ja. En lachen, jongen. Kom op. Lachen. Precies begrafenis. Lachen, Leeske, lachen. Ja, en pak de papa een keer vast. Pak de papa een keer vast. Kom, jongen. Ja. Kom. Voilà. Kom maar, laat het maar vooruit, mannetje, dat erop staat. Ik heb nog wel goed moeten repeteren op die lach, want ze hadden graag dat ik zo die lach aannam van die Haider. En we foto's thuis meegekregen. Thuis ging het heel goed vanmorgen, het was wel moeilijk. Ja, maar je bent zo wat zenuwachtig, je kent die camera dan niet. En, allee, ja. Voor mij was het ook... Maar uiteindelijk komt hij bijna vanzelf nu, je kunt zo echt zo... Allee, ja. Het een beetje scheef zo in doen. Ja. Allee, ja, nu is het misschien niet goed, maar... Nee, ik kan... Goed, ja, wel. Lach je, Leeske. Ja, ik kijk naar daar kijken. Naar de toekomst. Naar de toekomst. Mee met de papa, naar de toekomst. De familie. Leeske, ons daar, gezin. Daar. Zie je het? Daar is de toekomst. Hè? Samen. Leeske, zie je het? Carla blijft er vanaf. Ze zit bij Ronnie. Carla, zie het. Okay. Zie mee naar de toekomst, zee. Carla. Charisma. En een bolletje. En foto, lachen. Goed. Haider, de harensblik. Nu gaan we beginnen en nu weten we toch zo'n beetje wat ons te wachten staat. Foto's zijn genomen, het boekje gaat verschijnen, ik heb een nieuw kostuum. Ja, we zullen zien wat de toekomst brengt. Hè. We zijn wel. Ja.